Dus ik kom net van het Centraal Station. En er was heel veel politie. Er was een cameraploeg. Iemand werd naar de metro geslingerd. En ze roepen iets tegen hem. Ik hoor hem zeggen van, ja, ik doe toch al rustig. Jullie doen de hele tijd zo. En ik dacht van, hé, dit is een escalatie. Ik moet het filmen. Terwijl ik het film, is er een andere cameraploeg. Gewoon echt een professionele cameraploeg. Die het ook filmt. Ik denk dat ze een soort van tv-show aan het maken zijn van hoe ze mensen boetes aan het geven zijn of zo. Ik weet niet precies wat hun doel was. Maar in ieder geval, ze waren met die handhavers samen met de politie. Ze werden begeleid. Dus ze zijn iets aan het doen op Centraal Station. Maar ik film dus die situatie van die gast die naar buiten wordt getrokken. En vervolgens, weet je toch, omdat er tijdens die woordenwisseling laat hij gewoon zien van dat hij de persoon is die rustig is. Maar ik voel dat vanuit hoe hij dat zei, dat hij niet helemaal eens was met hoe die behandeld werd. En of hij fout zat of, weet je toch, een overtreding had gemaakt, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik dacht van, oké, ik moet het filmen. En opeens springt er een politieagent voor mijn camera. Komt er een handhaver erbij. En hij zegt tegen mij van, ik moet stoppen met filmen. Hij vordert dat ik moet stoppen met filmen. Dat betekent dus dat hij mij verplicht. En als ik niet meewerk, ja, dan zijn er consequenties. Want dat betekent dus dat hij wettelijk in zijn recht staat. Dus ik doe mee. Ik zet mijn camera in mijn zak. En even kijken, wat gebeurde er toen? Ja, ik vraag hem een paar keer, je toch, van of ik echt moet stoppen. Want ik wil die situatie filmen. Je weet maar nooit wat er gebeurt. Zulke dingen. En uiteindelijk zegt hij ook dat ik mijn beelden moet verwijderen. En ik vraag hem of dat verplicht is. En hij vordert het. Dus hij zegt van, ja, het is verplicht. En ik vraag hem weer toch van, yo, is daar echt een wet voor? Want ik heb er nog nooit van gehoord. En hij vindt dus dat ik te veel vragen stel en wil me nu ook gaan identificeren. Want hij vindt dat ik moeilijk doe. Dus uiteindelijk geef ik ook mijn pasje aan die politieagent die erbij stond. En weet je toch, uiteindelijk is mijn vraag of hij dit mocht vorderen. Mocht hij vorderen, mocht hij mij verplichten dat ik mijn camerabeelden voor zijn gezicht moest verwijderen. Want uiteindelijk is dat wat er was gebeurd. En ja man, ik vroeg het zelfs nog aan een andere agent die erbij stond, een dame, van klopt dit? Klopt dit? Mag hij dit nu van mij vorderen? Zij wou me geen antwoord geven. Ze zei zo van, ja, je hebt toch gehoord wat hij zei. Ik ga er zelf geen antwoord op geven. Je hoort toch wat hij zegt. Dus ze houdt zich er buiten. En ja, zij wil geen duidelijkheid geven. Want de reden waarom het onduidelijk ook was omdat hij een soort van er de hele tijd omheen ging in zijn antwoord. Weet je? Van, hij was gewoon niet duidelijk. Hij was gewoon niet duidelijk. Ik vraag aan hem van, mag jij dit vorderen? En zijn antwoord is, de huisregels is dat je niet mag filmen. Dus je bent nu in overtreding. Dus ik mag nu vorderen dat jij die beelden verwijdert. Omdat ze niet volgens de huisregels zijn. Zo ongeveer zei hij het. Maar het klonk een beetje zo van alsof hij eromheen sprak, weet je? En alsof het niet echt zwart op wit stond. En hij wou ook niet gewoon zeggen ja, want ik vroeg die vraag een paar keer. Hij zei niet ja of nee. Het was niet duidelijk. Ja, toch? Het was een beetje vaag. Het was echt een beetje vaag. En ik vroeg het toen aan die andere agent die er ook bij stond, die mijn ID had. En uiteindelijk, toen ik het aan hem vroeg, hij zei gewoon van ja, het mag.
Dus, weet je toch? Gewoon duidelijk. De enige agent die gewoon iets durfde te zeggen. Die gewoon ja of nee durfde te zeggen, weet je, op mijn vraag. En toen zei ik van, oké, is duidelijk. Klaar. En toen heb ik het uiteindelijk moeten verwijderen. Want als ik dat niet zou doen, ja, dan zou ik worden meegenomen. En ook misschien nog een boete erbij moeten betalen. Dus dat is wat ik weet, weet je toch? Wanneer iemand die het recht daartoe heeft, je toch vooral een agent, als een agent jou vordert, of een handhaver jou iets vordert, dan betekent het dat jij daar verplicht aan moet meewerken. Maar ook omdat hij dat volgens het recht doet, weet je? Dus dat betekent van hij heeft het recht daarop, want je gaat niet zomaar iets vorderen waar je geen recht op hebt. Want het is echt een juridische term die dan gebruikt wordt. Het is heel anders als bijvoorbeeld een vraag. Hij kan ook een vraag stellen, maar dat is weer een ander verhaal. Dan is het, weet toch, dan kun je vanuit beleefdheid meewerken. Maar dat is dan niet per se een verplichting of iets waar je verplicht aan mee moet werken. Toch? Dus that's it. Dus nogmaals, hè, mijn vraag. Is dit normaal? Is dit toegestaan? Mogen handhavers dit van jou vorderen?